Onze rijvereniging organiseert verschillende dingen. Natuurlijk de standaardwedstrijden, maar ook clinics, kerstshows. Dus er gebeurt best wel veel heel het jaar door. Wij zijn vorig jaar september begonnen met de Young Leaders, dus bijna een jaar. Er zijn 4 niveaus. Het eerste niveau is helpen. Het tweede niveau is uitvoeren. Het derde niveau is organiseren. En het vierde niveau is besturen. Ik vind het allerleukste van het programma hoe je ziet wat er eigenlijk meer is dan alleen maar een uurtje paardrijden. We zitten in niveau 1 en dat houdt eigenlijk in dat je heel veel helpt. Je leert dingen organiseren en je leert ook heel veel dingen over het paard zelf, zoals het karakter. We hebben ook geleerd het harassement, het onderdelen van het zadel, hoe je hem in elkaar en uit moet halen en het hoofdstel. Bij de gewoon normaal vrijwilligerswerk doen de mensen het meer voor een ander. En bij de Young Leaders doe je het meer voor jezelf, want jij wilt dingen leren. Ik doe nu precies een jaar mee aan het Young Leaders Program op niveau 2. Dus dat is helpen organiseren en leiding nemen. We doen help met echt dagen organiseren, dus bijvoorbeeld een kerstshow. Maar we helpen ook met lesgeven en longeren. Ik vind het leuk dat je ziet dat het niet alleen lesgeven is en een paard rijden en weer naar huis. Ja, wij zien vooral dat de kinderen wat meer gaan kijken. Dus eerst kwamen ze echt alleen maar paardrijden en nu zien ze ook wat er eigenlijk bij komt kijken om zo'n bedrijf te runnen. De ouders reageren heel positief op het Young Leader Program. Je ziet dat ze met een positieve blik een kind komen brengen. Dat ze meer weten van de ponies en de paarden en niet alleen maar komen om te rijden.